Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De kustwacht kreeg afgelopen vrijdagavond een melding van de vissersboot Zandimar. De vissersboot maakte water. De boot bevond zich op dat moment vlakbij de territoriale wateren van Venezuela. Het DAS-vliegtuig van de kustwacht ging naar de locatie en zag daar een koelkast die aan boord van de vissersboot was geweest. De koelkast wordt door vissers gebruikt voor het bewaren van hun vissen. Vanaf vrijdagavond heeft er een zoektocht naar de vermiste vissers plaatsgevonden door de eenheden van zowel de Venezolaanse als de Curaçaose kustwacht. Ook andere Curaçaose vissersboten hebben aan de zoektocht bijgedragen. Tot nu toe zijn de vissers niet gevonden. Het speciale politieteam dat de openbare orde beschermt zal binnenkort wellicht uit elkaar worden gehaald. Dat meldt de Extra vandaag. Al enige tijd zorgt het politieteam dat de maatschappelijke orde bewaakt voor goed werk. Maar de Extra weet te melden dat het team waarschijnlijk onderverdeeld zal gaan worden in verschillende wijkteams. Onder meer naar Ria Conario, Otrabanda, Punda, Montaña en Barber. Niet alle agenten zijn het daarmee eens. De douane heeft vrijdagnacht op Curaçao 6 ongedocumenteerden aangehouden. Het gaat om 3 mannen en 3 vrouwen. Ze waren met een boot op Curaçao afgezet. Een van de aangehouden personen vertelde dat ze onderweg motorpech kregen, waarbij allebei de motoren waren uitgevallen. Het was de kapitein gelukt om een motor aan de praat te krijgen, waardoor ze langzaam konden doorvaren. Door de motorpech hebben ze ongeveer 12 uur gedaan om vanuit Venezuela Curaçao te bereiken. Ook de kapitein werd door de kustwacht aangehouden nadat hij de personen had afgezet. Alle 7 aangehouden personen zijn aan de politie overgedragen voor verder onderzoek. Vakbond UGTK Cadmu wil dat er een audit gaat plaatsvinden in het ABC Busbedrijf. Dat vragen ze namens de leden. Het gaat om het ABC Busbedrijf en de leden vinden dat de directie al lange tijd geen goed beheer voert. Daarom moet er een audit plaatsvinden dat gaat onderzoeken wat er allemaal verbeterd kan worden. Tot die tijd zal er een actie dreigen van de leden die aan het werk gaan zonder een uniform te dragen. Men wil snel een oplossing voor de problemen binnen ABC Busbedrijf. De politie heeft afgelopen weekend samen met de koninklijke marechaussee een grote verkeerscontrole gehouden. Dat gebeurde in de buurt van Jan Tiel. In totaal 83 voertuigen werden aangehouden en 30 processen verbaal werden uitgeschreven. Onder meer voor mensen die zonder geldig rijbewijs reden of met andere zaken die niet in orde waren met de auto. Bij 1 vrouw werd het rijbewijs afgepakt. Ze bleek te rijden onder invloed van alcohol en had een ongeluk veroorzaakt. De bekende Curaçaose pianist Norman Moran is de winnaar van de Boelie van Leeuwenprijs 2019. Deze prijs wordt door de Curaçaose overheid elke 2 jaar uitgereikt op de geboortedag van de bekende Curaçaose schrijver Boelie van Leeuwen. Norman Moran zal de komende donderdag de prijs uitgereikt krijgen tijdens een ceremonie in het Avila Hotel. De meest recente uitreiking van de Boelie van Leeuwenprijs was aan journalist Mariano Heide. Normaal wordt niet van tevoren bekendgemaakt wie de winnaar van de Boelie van Leeuwenprijs is, maar als gevolg van een fout heeft de organisatie dit jaar de naam eerder onthuld. De actiegroep Farmer Defence Force houdt op 16 oktober in Nederland opnieuw een protestactie. Een woordvoerder van Farmer Defence Force zei dat onder meer burgers, vissers en bouwvakkers zich bij de actie zullen aansluiten en dat er vermoedelijk veel meer mensen komen dan bij het protest op het Malieveld. Afgelopen dinsdag kwamen boeren massaal naar het Malieveld in Den Haag. Onder meer omdat ze zich oneerlijk behandeld voelen in de discussie over klimaatverandering en de noodzaak tot het terugdringen van de stikstofuitstoot. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.